vertel eerst even, wie bent u, wat doet u? Ja, mijn naam is Ronald Roy en ik ben een van de mensen achter Italia Casa. En Italia Casa is een makelaarskantoor gespecialiseerd in de verkoop van woningen uit Italië. We doen dat al 15 jaar en we zijn actief in de bekendste Italiaanse regio's. Oké, nou kent iedereen natuurlijk Oostenrijk, Spanje, Frankrijk om een vakantiehuis te kopen. Maar Italië is wat minder bekend. Hoe komt dat? Waar ligt het aan? Nou, dat komt eigenlijk omdat het land echt een land voor liefhebbers is. Mensen die wij hier op deze beurs treffen, dat zijn mensen die een droom hebben van het kopen van een woning in Italië. En meestal zijn er geen alternatieven. Dus de landen worden bij onze klanten niet vaak met elkaar vergeleken. Oké, en waar moet een Nederlander nou echt op letten met betrekking tot de Italiaanse wetgeving en het kopen van een huis? Wat is belangrijk? Nou, als eerste zeggen wij altijd, doe je huiswerk. Bepaal zelf in welk gebied je wilt gaan zoeken, want het land is verschrikkelijk groot. Van Milaan tot aan Puglia, dat is in de hak. Ja. Ben je al 1000 kilometer kwijt, dus je kunt onmogelijk in het hele land gaan zoeken. Nou, verder lijkt het koopproces in grote lijnen op wat we in Nederland gewend zijn. Dus er is een notaris, er is een goed kadaster en er is een wetgeving die ook best veel lijkt op in Nederland. Mm-hmm. Er is wel een belangrijk verschilpunt. Als je in Nederland een woning koopt en je sluit een koopcontract af, dan is het gebruikelijk dat je een bankgarantie afgeeft, ja, die door een notaris wordt beheerd. Je moet erop rekenen dat in Italië het gebruikelijk is om bij het aangaan van een koopcontract dat je al daadwerkelijk 20-30% van de koopsom aan de verkoper betaalt. Op en voorhand al? Bij het aangaan van het koopcontract. Ja, ja, ja. En het is zelfs zo dat het koopcontract niet rechtsgeldig is als er geen aantoonbare aanbetaling is gedaan. Oké, dus dat verschilt wezenlijk van misschien andere landen? Het verschilt wezenlijk en je moet je dus goed beseffen dat als je als koper een contract aangaat in Italië, dat je echt je financiën op orde moet hebben. Aha, dat is belangrijk om te weten. Ja, want als je niet afneemt bij de notaris, als je bijvoorbeeld je hypotheek niet kunt krijgen of de erfenis die je gekregen hebt is toch wat minder groot dan je gedacht had, ja, ja, dan ben je echt die aanbetaling kwijt. En dat is wel een heel belangrijk punt. Maar het is belangrijk dat je begeleiding zoekt, hè? En specialisten, ja, die dat hele traject begeleiden. Ja. Nou, ja. Wat is nou een populaire regio in Italië? Ik ken natuurlijk de Toscane, iedereen wil daar naartoe, maar ja, er zijn natuurlijk wat up-and-coming regionen. Ja, wat wij merken is dat traditioneel natuurlijk de meeste interesse naar Midden-Italië uitgaat. Midden-Italië en het merengebied, moet ik zeggen. Okay, er komen Maggiore, Garda. Ja. Maar we merken de laatste jaren dat er heel veel interesse is in de Italiaanse wintersportgebieden. De Dolomieten of het noordwesten van het land. Mm-hmm. Maar vooral een regio die er erg uitspringt is Piemonte. Piemonte? Ja. Ligt, ja, boven Piemonte is de regio waar Turijn in ligt, de hoofdstad van is. Maar ja, het is eigenlijk nog veel bekender als gebied waar de mooiste wijnen vandaan komen, de Barolo. Ja. En in Alba heb je een truffelmarkt ieder jaar waar chefs uit de hele wereld op afkomen. Aha, dus dit is voor de gastronomen? Ja, 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 mensen die van lekkere Italiaanse keuken houden, die zitten daar goed. En La Dolce Vita natuurlijk. La Dolce Vita, absoluut. Oké, okay, nou, ja, dankjewel voor de tips en de informatie. Ja. Geen dank. Dankjewel.